beestje heb geleden. Omdat ik zo graag een lief, leuk, schattig hondje wilde. Ik heb al mijn honden, moederhonden, nu op de pannenkoek gezet. Niks van mijn nestjes heeft het. Alles leeft, alles gaat goed. Ja, ik heb een jaar, dan had ik er steeds zo hier. Echt? Het zat heel mijn hart aan. Dat ik het zo miste. Welkom bij weer een nieuwe House of Animals Investigations. Uit liefde voor ieder dier doen wij onderzoek naar dierenmisstanden en daar maken we jou graag getuige van. En in deze aflevering ontmaskeren we het bedrijf Pomeranian Amsterdam. House of Animals deed onlangs aangifte tegen dit bedrijf wegens illegale import, valsheid in geschriften, handelen in zieke dieren, witwassen, fraude en oplichting en ontuchtige handelingen. Het moet stoppen, hè? Dat kan echt niet wat we aan het doen zijn. Het hondje werd eigenlijk alleen maar zieker. Hij moest meteen ingeslapen worden, omdat je ziet gewoon, hij krijgt geen lucht. Hij stikt gewoon. Het is niet normaal dat een fontanel open blijft. Het is niet normaal dat een knieschijf los zit. Dat is een afwijking. En niet om iemand onder de bus te gooien, maar dit moet wel stoppen. Die kan niet. En eigenlijk de volgende dag ging het niet heel veel beter met haar. Ik heb hem gelukkig nog. Met al zijn mankementen en hij hoeft nooit weg of wat dan ook, maar dat is niet hoe je een hond wil hebben. Ik zag het hondje, wat was het? Ja, ze kreeg een hypoaanval. En zij gaat overlijken, want het interesseert er helemaal niet of jij een ziek hondje krijgt. Het interesseert haar niet en ze weet zich er ook altijd aan te lullen. Al eerder kreeg House of Animals meerdere tips over deze fokker en handelaar. Ze staan in schril contrast met wat Nancy zelf beweert. Namelijk dat ze gedreven wordt door liefde voor de Pomeriaan. Dat is één grote grap. Deze vrouw is echt één grote grap. En ik begrijp dat mensen dus geloven dat zij betrouwbaar is. Omdat het is natuurlijk social media, je ziet mooie dingen, je ziet mooie hondjes. Dus ik snap dat mensen daarin trappen. Maar de waarheid is echt heel anders. Ze doet er eigenlijk natuurlijk heel mooi voor. Maar goed, al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Ja, fake it till you make it, dat heeft haar wel tot een nieuw niveau getrokken. Dan komen er half januari tips binnen dat de puppy's die werden aangetroffen in een sporttas bij een automobilist als eindbestemming Pomeranian Amsterdam zouden hebben. We hebben ook anonieme meldingen gekregen over die hondjes die zijn gevonden door de politie natuurlijk. Daar heb ik ook meldingen van gekregen dat het om jouw hondjes ging. Nee. Nou, dat gaan we eerst allemaal even rustig onderzoeken. Ja, nou oké. Okay. Nou ja, prima. Nadat dit door meerdere bronnen wordt bevestigd, besluiten we een oproep te doen. En al snel stromen de verhalen van gedupeerden binnen. Pootje, andere pootje, goed zo, rondje. Zit, liggen, rondje. Nou, eigenlijk best wel snel merkten we dat Fendi snel uitgeput is. Dus bij de minste inspanning was hij al best wel moeilijk aan het hijgen. Ziekte. Pas toen we MRI hadden gedaan, zagen ze dat een trachea maar 25% open was. Dus hij had een trachea-collapse. Dus hij had het hartstikke benauwd eigenlijk? Hij had het super benauwd, in de zomer vooral. Toen waren we dus helemaal kapot van, want je weet meteen van oké, dit is einde verhaal. Ja, het was wachten op het moment dat hij verslechterd. Hier aan, ketel in. Ach, gossie. Nou, dus ze begon al een beetje schuin met de kopje te lopen. En hoe ze in het begin heel mond er altijd aan het rennen was, dat deed ze de laatste half jaar niet meer. En toen lag ze bij me en toen ging ze s'nachts zo tekeer. Ik heb nog nooit een hond zo horen schreeuwen. Het ging me echt door merg en been. En ze was helemaal aan het trillen en aan het schokken. En wat heet ze, Harry? Want hij is heel erg kaal. Ja, ze noemen dat black skin disease, dus alopecia. En dan ja, valt het haar uit, dan worden ze uiteindelijk worden ze kaal. Nou ja, dat duidelijk. Ik heb contact met haar gezocht en toen vertelde ze dat kwam door de castratie, door de hormonen. We hadden gisteren iemand die een zoontje black skin disease heeft en daarvan werd door de fokker gezegd dat is jouw schuld, want jij hebt die hond laten castreren en daardoor heeft hij dit nu. Onzin. Groot mogelijke bullshit. Ja, ik ga daar geen doekjes om winden. Dat slaat nergens op. Het is nooit aangetoond dat in geen enkele studie dat een castratie of sterilisatie daar iets mee te maken zou hebben. En ja, we zien af en toe dat er vachtveranderingen optreden. Dat een vacht misschien wat stugger wordt of misschien wat minder mooi glanzend. Maar zelfs dat zijn uitzonderingen en kun je nog steeds
kun je niet aantonen of dat door een castratie komt, ja of nee. Want ik castreer honden aan de lopende band en die krijgen echt niet allemaal problemen met de vacht. Nee. Dan zouden we er al lang mee gestopt zijn. Hij is dan kaal, hij heeft dat knieschijfje wat er regelmatig uitschiet, wat heel pijnlijk is. Hij heeft af en toe dat hij met zijn voorpoot trekt. Hij kan niet alles eten, dus hij heeft speciale brokken, want anders spuugt hij dat uit. Dat zag je net ook al wel een beetje, dat hij heel erg zo gaat zitten. Dat zit ook in de zenuwstelsel iets niet goed. Daar heb ik wel een filmpje ook van laten maken, scan laten maken, echo laten maken bij de dierenarts. Ze kunnen niet echt iets vinden, dus, maar ja, het is niet fijn. Het is geen gezond hondje. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar eigenlijk, toen viel mij op dat het hondje ziek was. Het hondje ging spugen, diarree. Ik heb toen direct Nancy een appje gestuurd. Hoi Nancy, hè, we zijn thuis. Het hondje is een beetje ziek. Hè, wat kan er zijn? Wat is er aan de hand? En toen gaf ze eigenlijk al aan dat het hondje niet afgespeend was. Dat het hondje nog moedermelk dronk en dan moest ik maar geitenmelk halen. Op de dag dat we het hondje kwamen ophalen, was die redelijk van de wereld af. Ja, hij kwam redelijk ziek, kwam die bij ons. Hij is inderdaad, het enige wat we meekregen was een boekje voor zijn vaccinatie. En uiteindelijk een soort stamboom die achteraf niet helemaal correct blijkt te zijn. In die nacht hoorde ik het hondje een beetje gekke geluidjes maken, waarvan ik schrok. Ik denk, dat is niet goed. Ik zag het hondje, wat was het? Ja, ze kreeg een hypoaanval. Het hondje heb ik op de stoelverwarming gelegd met een mandje. En dat is zo snel mogelijk als ik kom ben naar het ziekenhuis gereden. En toen ben ik natuurlijk direct naar de dierenarts gegaan. En die zei van, we hoeven er niet eens aan te kijken. Dit hondje heeft SMC, hè? En die moet zo snel mogelijk ingeslapen worden, want ze hebben heel veel pijn. Ja, mijn hart brak. Je bent zo verliefd op zijn hondje. Deze fokker lijkt ook verliefd, maar dan op de euro's die de hondjes opleveren. Zo blijft ze doorfokken met zieke honden. En blijkt ze ook zelf actief betrokken bij het bezwangeren van hondjes. Nou hebben we gehoord dat zij ook zelf bij die hondjes zorgt voor een zaadlozing. Dat klopt. En dan gaat ze in een soort kooitje zitten. En daar zit dan een teefje en een reutje. En dan komt dat reutje eerst gaat dan naar de persoon toe. En dan zegt de persoon, nee, je moet het zelf doen, King. Of weet ik veel hoe die hond heette. En toen werd hij er gewoon opgezet. Maar dat ging niet. En toen ging ze proberen om die zaadlozing voor elkaar te krijgen. En dat deden ze dan in een soort pompje of zo. En dan zo die zaadlozing weer bij het teefje in te brengen. Ja, dat is echt voorbehouden aan een dierenarts. Dat is ook reglementair vastgelegd dat een dierenarts is betrokken bij het doen van kunstmatige inseminatie. En dat is niet iets wat een handeling die een fokker zelf doet. Wat wij hebben begrepen is dat het hondje twee keer op die manier geïnsemineerd is. Wij wisten niet hoe dat in zijn werking ging. Dat is gewoon ons gemeld toen Ivy daar een tijdje is verbleven. Het is een medische handeling. Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden door iemand met medische kennis en met een medisch diploma. Op het moment dat je niet weet waar je mee bezig bent, kun je schade toebrengen aan de teef, aan het geboortekanaal, aan de zowel uitwendig als inwendig. Je kunt, als je niet steriel werkt, zelfs bacteriën in de baarmoeder inbrengen, waardoor je eigenlijk bij je eigen hond een baarmoederontsteking teweeg brengt. Ik vraag me af of deze honden dan daaraan geholpen worden. Uit deze WhatsApp-berichten blijkt deze vraag meer dan terecht. Nancy weigert een zieke hond te helpen. En daar blijft het niet bij. Ze begon te gillen. Ze was in paniek, want haar hond was niet ziek en ze had niet Giardia. Nou, op een gegeven moment kwam er dus toch uit dat ze Giardia had. Ik ben echt heel erg teleurgesteld in deze dame. Want waarom ga je mij blokkeren? Voor wat? Ze zou eigenlijk naar de eigen dierenarts gaan met het hondje. Dat heeft ze niet gedaan. Ze is gewoon naar huis gegaan. Ze heeft ze hem zelf gaan verzorgen. Godverdorie. Dus zou ik nu naar haar huis rijden en er onder haar trekken. Toen begon ze te filmen op haar social media. Ik ga haar opzoeken. Ik ga zorgen dat ze nooit meer een hondje kan kopen. Het is allemaal haar schuld. En het was echt gek. Pomeranian Amsterdam plaatst ook honden in gastgezinnen.
Dit is ook gebeurd met hondje Ivy. Omdat Ivy er zo slecht aan toe was en nu ook zwanger moest worden, hebben de gastouders besloten het hondje te kopen van Nancy. Hoe is het met de gezondheid van Ivy? Ivy is een hondje wat veel ziektes heeft gehad in het begin dat ze hier was. Veel infectie in het eerste jaar al, vaak bij de dierenarts geweest. En zelfs heeft ze een baarmoederontsteking gehad het eerste jaar. En het tweede jaar had ze een maag-darminfectie. Bij Pomeranen komen vooral afwijkingen rond de schedel en het orthopedisch stelsel voor. Huid ook nog wel, maar in mindere mate. Bij de hersenen, bij de schedel, heb je bijvoorbeeld de open fontanel, dus de schedeldelen die niet goed met elkaar vergroeien. De chiara malformatie en syringomyelie. Dat zijn afwijkingen waarbij ze problemen krijgen met de hersenstam en de kleine hersenen. Wat ontzettend pijnlijk is voor die hondjes. En ik begrijp dat ze ook nog heel erg allergisch is. Ze is ook, ja, ze heeft, ja, noem het op, en ze is er allergisch voor. Het is een hondje die zwak is. Heel vrolijk, maar wel zwak. En dat is heel sneu om te zien. Ik heb twee hondjes ervan op het spreekuur gehad. Eentje daarvan die had al enkele nestjes gehad. En die had patella luxatie, dus de loszittende knieschijven aan allebei de knieën. Als het beiderzijds is, dan kun je er wel van uitgaan dat daar niet op gescreend is. House of Animals krijgt steeds meer documenten in handen dat er niets klopt van de manier waarop de puppy's van landen als Rusland en Belarus naar Nederland zijn gekomen. Zo zijn er puppy's met een Russische stamboom en een Duitse chip. Of een Russische stamboom en een Nederlandse chip. En daarbij reizen ze bijna allemaal op vaccinatieboekjes. Nou, dat mag helemaal niet, want je hebt toch echt een paspoort nodig. En daarbij zijn alle honden eigenlijk nooit in Nederland aangekomen, want ze zijn niet geregistreerd. Hier is dus sprake van illegale handel. Ja, dat wist ik zelf dus niet. Ik dacht, ik koop een hondje. Dat was mijn eerste keer dat ik een hondje aanschaf. Dus ik wist niet dat het een vaccinatieboekje was. Ik dacht dat het paspoort was. Zo leek het ook. Jouw hondje heeft een Duits chipnummer. Wist je dat? Nee. 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 Ja, misschien heel naïef, maar ik heb dat boekje gekregen. Of dat entingsboekje. En ik dacht dat het zo'n paspoort was. Want ik spreek geen Russisch. Dat is dan allemaal Russische tekst in, nou ja, het zal wel. Nee, geen idee. De handel deugt niet en de hondjes lijden. En wij hebben daarom de Raad van Beheer, die over stamboomhonden in Nederland gaat, om een reactie gevraagd. Wanneer je dus een hond importeert naar Nederland, dan dient hij sowieso natuurlijk een officieel stamboomdocument te hebben. Hij dient geïdentificeerd te zijn door middel van een transponder. Dus een chip moet zijn ingebracht, zodat we kunnen herleiden of dat de hond daadwerkelijk ook de hond is die gekoppeld is aan het betreffende stamboomdocument. En vanuit overheidswegen dien je dus een vaccinatiepaspoort te hebben, een officieel paspoort waarmee de hond dus in Nederland binnenkomt. En ook de hond dient ouder te zijn dan 15 weken. Maar ik was zo naïef dat ik dacht van, nou, als je een stamboom hebt, dan zijn ze uitgezonderd van ziektes. En ja, dan koop je echt wel een goede hond. Ik koop een hondje bij Nancy. Een hondje is doorgefokt, waarschijnlijk geïmporteerd uit Rusland. Ik heb ook geen stamboom gekregen, dat had ze beloofd. Ik denk dat ze per maand wel 20 hondjes verkoopt, als het er niet meer zijn. En ik weet ook, want ze ging naar Schiphol en dan haalden ze daar die hondjes op. Maar ook wel eens hondjes uit Oekraïne, die hebben gewoon 3 dagen in een auto gezeten. Ik weet nog dat ik bij haar binnenkwam en heel expliciet vroeg van, dit zijn toch wel goede honden met een goede stamboom. Zij zei, ja, absoluut, niks mis mee, sta ik 100% achter. We hebben ook niet iets meer gekregen dan alleen maar een hondje met niks. Geen papieren, geen vaccinatieboekje, helemaal niks. Vind je het erg als de stamboom een paar dagen later of eerder is dan wat er in zijn paspoort staat? En toen hadden alle alarmbellen af moeten gaan, maar ik dacht, ja, ik heb dat hondje al. En toen zei ik, nou ja, geen probleem, weet je, een paar dagen, daar kom ik wel overheen. Ik ga er toch niet mee fokken. Maar goed, toen zag ik dat het bijna een half jaar een verschil was. Dus toen heb ik haar gebeld. Nee, maar je bent hiermee akkoord gegaan. Nou ja, met een paar dagen, weet je, en het klopt natuurlijk al niet. Ja, je bent akkoord gegaan en dat was het. Dus een hond die uit Rusland komt met een Russische stamboom en een Nederlandse chip kan nooit overgeschreven worden in het stamboek van de Raad van Beheer? Nee, dat kan nooit. Dus wanneer wij een hond inschrijven in Nederland,
En als er dus een Nederlandse chip is gebruikt, dan onderzoeken we altijd waarom dat het geval is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een chip verdwenen is, of dat een chip niet meer vindbaar is, dat een hond overgechipt moet worden. Maar dan dient er altijd eerst onderzoek gedaan te worden waarom die hond niet voorzien is van een Russische chip of van een identificatie uit het land waar de hond vandaan komt. Nou, bij Bobby hebben wij een vaccinatieboekje erin gekregen en een achteraf valse stamboom. En bij Ivy, toen wij hier kregen, hebben we helemaal niks gekregen. Wij hebben nooit een paspoort van beide honden gekregen. Nee, ik heb alleen een vaccinatieboekje. Voor de rest niks, nee. De stambomen die jullie met ons hebben gedeeld, die zijn bij ons niet ingeschreven. Dus die honden die zijn uiteindelijk niet bij ons bekend. Het moet zo zijn dat een hond die wordt ingeschreven in het Nederlands hondenstamboek een chip of een registratiecode heeft uit het land van oorsprong. Wat ons investigations team ook opvalt, is dat betalen maar op één manier mogelijk is. Namelijk contant. Mag ik vragen hoeveel geld je uiteindelijk aan dierenartskosten kwijt bent tot nu toe? Ik ga richting 10.000, 12.000 euro. Ja. Mag ik ook vragen wat je betaald hebt? 2500 euro. Toen jij betaalde, mocht je toen kiezen tussen cash of... Nee, cash. Was gewoon geen keuze. Was gewoon cash betalen. Ik had contant afgerekend bij Nancy. En vroeg ze daar zelf om of heb jij dat aangeboden? Nee, ze wou het liefst contant. En hoeveel heb je betaald? Fendi kostte 3.500 euro. Ik heb 4.000 euro betaald, waarvan 500 euro via overmaken was met de titel Blauwe Fiets via Marktplaats. Heb je de keuze gekregen om per bank of cash te betalen? Nee, dat was niet echt een keuze. Het was de bedoeling om contant af te rekenen. Als handelaar in honden ben je afhankelijk van een dierenarts. En als dat nou op deze manier en op deze schaal gebeurt, dan zou je toch verwachten dat een dierenarts aan de bel trekt. Wij besluiten de betrokken dierenarts te confronteren met de door ons gevonden misstanden. Hey, maar vertel even, waar gaat het over? Wilt u een interview met ons? Nee, op geen enkele manier. Oké, dat is jammer. U bent namelijk veel te agressief. En bovendien stuurt haar klanten naar ons. Ik zie niet in wat er mis aan is. Het is een soort integriteit wat je waarschijnlijk hebt, maar dat is dan... Wacht even, de integriteit bezitten wij ten eerste, lieve mevrouw. Want nu gaat u aan onze integriteit wijzen en daar ben ik niet heel erg van gediend. Zij hebben een vaste dierenarts en hoe kan een dierenarts niet zien dat zij met malafide zaken te maken hebben? Dan ben je geen dierenvriend. Dan wil je ook alleen maar je centjes verdienen. In het stenen tijdperk was het altijd ruilhandel. Wij doen met sommige mensen doen we ruilhandel, dat is heel leuk. Naar mijn weten is Nancy hier altijd geweest met een officieel paspoortje. Ja. Je zegt een vaccinatieboekje. Ik bedoel, en dan maken wij een paspoortje van. Dat doen we overigens voor haar gratis. En de entingen doen we ook gratis hier de eerste, omdat zij ons dan haar klanten de eerste keer naar ons toe stuurt. Maar bent u van op de hoogte dat u in overtreding bent? Maar wacht even, lieve mevrouw, gaat u nu mee aanklagen? Uiteraard hebben wij Nancy S. ook om een reactie gevraagd. En haar volledige reactie kun je lezen op onze website. Het meest opvallende aan haar reactie is dat ze blijkbaar geen enkele zelfreflectie heeft. Omdat ik een hele goede naam heb, komen gedupeerden vaak bij mij uit met een verhaal. Mensen die net een pupje verloren hebben en de kinderen ontroostbaar zijn, willen vaak snel weer een ander hondje. Als ik geen nestje heb, kan ik via zeer betrouwbare contacten soms bemiddelen. Elke koper weet dan zelfstandig de herkomst. Ook hebben we gedupeerden gevraagd om te reageren op haar reactie. Elke koper weet dan zelfstandig de herkomst. Nou, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Zeker niet. Nee, ze heeft mij niks verteld van de herkomst. Alleen dat het een bevriende fokster was uit Rusland. Dat is het enige wat ze mij verteld heeft. Nee hoor, dat is niet waar. Nee. Zij kijkt gewoon op internet hoeveel Pomeranen er te koop zijn. En de hondjes die zij zelf koopt, voor zichzelf, dat zijn wel dure hondjes. Het spreekt voor zichzelf dat cliënten er alles aan doet om zelf of samen met de co-ouder elk hondje gezond ter wereld te brengen en gezond te houden. Denk hierbij onder meer aan herhaaldelijk periodiek testen. Wat vind je ervan als je dat hoort? Nou, dat periodiek testen, dat is nooit gebeurd. Ivy kwam daar bij elke maand voor de maandelijkse knipbeurt, om het maar zo te zeggen. En toen Ivy echt goed ziek was met een maagdarminfectie, is haar dat gemeld en heeft ze wel
contact gehad met mijn vrouw over hoe het met Ivy ging. Maar dat was het dan. Hoe oud is Keetje geworden? 3 jaar. Ja, het was vreselijk. Echt. Het is echt een nachtmerrie in mijn leven. Hij begon te stikken. En hij moest meteen ingeslapen worden, omdat hij, je ziet gewoon, hij krijgt geen lucht. Hij stikt gewoon. Het was zo intens was dat. En zo chockerend dat ik te horen kreeg dat ik mijn hondje in moest laten slapen. Nou, vreselijk. Als wij zien dat dierenwelzijn in het gedrang is, of dat nu bij stamboomhonden zijn of bij niet-stamboomhonden, zullen we daarna handelen. Dus we zullen deze zaak dan zeker beoordelen en ook daar passende maatregelen voor nemen. Iemand die op deze manier honden fokt, die willens en wetens de wet naast zich neerlegt, zich daar niet aan houdt, ongezonde honden produceert die problemen hebben voor de rest van hun leven, waar vervolgens eigenaren mee opgezadeld moeten worden, moet veel harder tegen opgetreden worden. En wat mij betreft boekt dus de gevangenis in, kan me niet schelen, maar er moet harder tegen opgetreden worden dan alleen maar een waarschuwing. House of Animals gaat de strijd aan met Pomeranian Amsterdam, totdat dit bedrijf definitief de deuren heeft gesloten. En uiteraard houden we jou daar graag van op de hoogte. Nou, mocht je dit verhaal herkennen en ook een puppy hebben gekocht bij dit bedrijf, dan kun je je verhaal nog steeds bij ons kwijt. Mail naar hondenhandel@houseofanimals.nl. Groot nieuws, want vanochtend kregen we via verschillende tipgevers binnen dat de politie een inval heeft gedaan bij Pomeranian Amsterdam op basis van ons onderzoek en onze aangifte. En dat is natuurlijk fantastisch. Alle honden zijn in beslag genomen. Zodra we meer weten, houden we je uiteraard heel graag op de hoogte.